Goedemiddag. Net zag ik jullie allemaal. Gaat het licht aan, dan ben ik jullie helemaal kwijt. Dit is bijna de grootste zaal waar ik ooit voor gesproken heb. Dus ik vind het een beetje spannend. Gelukkig hebben jullie hem niet helemaal gevuld. Wie is er Engelstalig? Who's English only? Sorry. That's not enough. I will do it in Dutch. Normaal gesproken geef ik de presentatie en zie ik mijn eigen notities ook. Dat lukt hier even niet, dus ik moet sommige dingen uit mijn hoofd doen. Het thema is Drupal en mijn vakgebied is data. Dus ik denk, ik begin met een leuk data dingetje van Drupal. Ik zie dat jullie ongeveer 700 sites op het internet voorzien van content management systemen. Nou, dat is erg leuk. Niet heel erg spannend, deze grafiek. Het thema was ook games, dus ik heb me echt een slag in de ronde geslagen van kan ik een leuke grafiek over games maken? Nou, nee. Dit is de game-industrie in Nederland, die een nogal stormachtige ontwikkeling doormaakt van maar liefst 2700 naar 3000 werknemers in 5 jaar tijd. Wel in een Pac-Man thema, veel origineler kan ik het niet maken. Maar dat is wel het onderwerp waar ik het over ga hebben vandaag. Zie je dat? Dan, omdat ik niet zie wat de volgende is, ga ik te snel. Vergeef mij. Ik wil jullie vandaag in deze sessie eigenlijk 2 dingen meegeven. Enerzijds wil ik jullie enthousiast maken over het gebruik van data en met name open data als content op sites. Het zij in grafieken, het zij in tabellen, maar ook als in toepassingen die geïntegreerd kunnen worden. En anderzijds wil ik jullie een paar tips meegeven over als je dan die data gebruikt en met name de visualisaties als content, wat kan je dan wel en wat kan je dan het beste niet doen. Maar vooral wil ik ook een leuk verhaal houden. Maar ook toch even het belang van leuke grafieken en data te laten zien. Jullie kennen vast wel allemaal Google Analytics. Dit was een week van mijn site, halfjaartje geleden. Nou ben ik een eenpitter, ik doe dit ongeveer in de helft van mijn tijd. En kan je zien dat in 2-3 dagen tijd ongeveer 5,5 miljoen pagina's zijn bekeken. Hoe komt dat? Door 1 grafiek. Het is een beetje wrang om het juist in deze week te laten zien. Dit is de grafiek die daarop staat. Om de zoveel tijd is er een aanslag in Europa. Om de zoveel tijd ontstaat er dan heel veel reuring in de media. En heel veel mensen hebben het gevoel, het wordt steeds erger met dat terrorisme hier in Europa. Nou blijk ik daar al 1 jaar of 3 geleden een grafiek over gemaakt te hebben, waarin duidelijk wordt van ja, het is erg, maar niet in vergelijking met de jaren 80 en 90, toen we de IRA hadden, de ETA, in Baskenland, et cetera. Toen waren aanslagen aan de orde van de dag. Nou, dat is een heel eenvoudig gebruik van data. Het is een dataset die voor iedereen beschikbaar is. Een heel eenvoudige visuele weergave die in een publieke discussie ontzettend snel opgepakt worden. Nou, zoals in dit geval in 1 week tijd 500.000 keer. Dus hele eenvoudige content, makkelijk op je site zetten en je hebt een groot succes. Wie ben ik? Ik ben Stefan Okhuizen. Ik heb het bedrijfje Datagraver, waarin ik andere organisaties help meer uit hun eigen data te halen of data te zoeken bij de vragen die ze hebben. Ik schrijf ook online op een blog, bij RTLZ onder andere, bij de Utrechtse Internetcourant. Ik maak daar allerlei artikelen, ook op basis van data. Maar ik ben eigenlijk van huis uit een IT'er. Ooit begonnen als programmeur, de laatste 15 tot 20 jaar vooral interim management en projectmanagement. Ik heb leuke dingen als Ideal op de wereld mogen zetten. Alleen dat werd steeds te groot, dus ik ga liever in mijn eentje direct de wat kleinere klanten helpen. Zie je, dat krijg je ervan als je geen slide ziet. Dus ik heb hier een speakbriefje. Even een vraag, wie is er hier uit de mediawereld? Bescheiden. Wie is er hier uit de overheidswereld? Sommige mensen die twijfelen. Dat is of een agentschap of het is een klant. Ik gebruik heel veel open data.
in het verhaal. En ik wil even een paar perspectieven van het gebruik van open data meegeven voor ik in het echte stuk van de data ga. Ik kan het vanaf vier kanten bekijken. Allereerst van de overheidskant. De overheid moet op dit moment eigenlijk alles wat ze aan data hebben beschikbaar maken, tenzij er een reden is om het geheim te houden. Nou, dat lukt ze nog van geen meter. Beschikbaar betekent op dit moment nog, als je bij ze aanklopt, dan zouden ze het moeten kunnen leveren. Wat iets anders is dan alles wat ze hebben in een gestandaardiseerd handig formaat online te zetten. De inschatting is dat we ongeveer 10% van de data van de overheid op dit moment beschikbaar gestructureerd en online is. Dus daar is nog een hele lange weg te gaan. Maar ze moeten het wel. En wat je merkt is dat in de overheidswereld er een hele nieuwe generatie opstaat van mensen die het eigenlijk heel normaal vinden dat alles wat je aan data produceert, dat gewoon standaard beschikbaar is, gestructureerd is, et cetera. Dus daar gebeurt heel veel en als je af en toe het data.overheid.nl in de gaten houdt, dan zie je een enorme vloed aan datasets ontstaan die gewoon voor iedereen beschikbaar zijn. En sommige mensen realiseren zich dat niet, hè. Open data klinkt als iets heel nieuws, maar dingen als verkeersinformatie, je routeplanner, het weer, dat zijn ook allemaal open data toepassingen. Dat zijn data van overheidsinstellingen die gebruikt worden. De lussen in de weg zijn van Rijkswaterstaat. En die kun je gewoon gebruiken. Dus het is al heel gemeen goed. Alleen dat zijn de standaardvoorbeelden. Er zijn natuurlijk veel meer toepassingen. Wat wil ik als burger? Nou ja, ik wil die data kunnen gebruiken. Als ik een vergunning aanvraag, wil ik eigenlijk precies zien welke regels zijn er hier van toepassing. Welke vergunningen zijn hier in de buurt al aangevraagd bijvoorbeeld. Gaat er mijn buurman ineens een dakkapel bouwen? Dat soort interactie, daar wil ik ook data voor hebben. Een burger is heel nieuwsgierig, die wil ook zien hoe het besluitvormingsproces loopt, hoe een gemeenteraad werkt, wat er in bepaalde cruciale thema's besloten is. Dus dat is een burger die kijkt naar open data. Maar die verwacht wel dat het eigenlijk in hapklare brokken en direct beschikbaar is. Een journalist zoals ik, ja, fact-checking is aan de orde van de dag. Zeker nu de verkiezingen geweest zijn in die periode. Ik geloof dat er wel 8 verschillende fact-checking sites in Nederland waren. En 3/4 van die artikelen wordt gevoed met data, met name van de overheid, om te zeggen van, ja, de werkloosheid gaat omlaag. Ja, de criminaliteit gaat omlaag. Of omhoog. Of bepaalde groepen binnen die criminaliteit zijn wel of geen probleem. Dat gaat allemaal op basis van data. En er zijn ook tegenwoordig een aantal mediaorganisaties zoals De Correspondent en Investico's van De Groene Amsterdammer, die gewoon echt investeren in een groep journalisten die data gebruiken om journalistieke producties te maken. Daarin is het wel zo dat de rol van de nieuwsconsument verandert, hè? Dus de interactie verandert. Vroeger, als je bijvoorbeeld naar het parlement keek, dan had je een journalist die keek naar het parlement en die keek naar de documenten en die maakte dan een verhaal voor in de krant. Maar nu is de hele interactie heel anders. Je hebt burgerjournalisten, mensen die zelf iets met de data doen, die soms ook weer journalisten voeden of gewoon een eigen site beginnen. De toegang tot die data van het parlement of willekeurige andere instellingen is ook voor iedereen beschikbaar. En dan krijg je een hele andere dynamiek. En dan kan een journalist wel zeggen van, ik ben een journalist, het zit zo en zo. Nou ja, voor je het weet heb je dan in de reacties of op een andere site een enorm discussie over, nee, maar daar is ook nog wat gegevens en dit zit ook nog zo. Dus als journalist moet je echt je rol veranderen, maar je kan er ook heel erg veel gebruik van maken. En een mooi voorbeeld daarvan is deze site. Dit is het is wel een geoloog, maar het is gewoon een burger. Hij heeft een interactieve site gemaakt van alle aardbevingen en alle gasvelden die in Groningen zijn. Die site is zo instructief dat in de gemeenteraden in Groningen regelmatig bijgehaald wordt om te laten zien van ja, hoe werkt dat nou precies en hoe erg is dat nou toegenomen in de laatste jaren. Het is gewoon een burger die dus het besluitvormingsproces beïnvloedt omdat hij handig is met data. Een andere vorm van die dynamiek, het gaat weer over terrorisme, ik kan er ook niks aan doen, toevallig in deze week. Vlak na de aanslagen in Parijs, in januari 2005, wapperde Alexander Pechtold met een papiertje in de Tweede Kamer om te zeggen, ja jongens, die aanslagen zijn wel ernstig, maar heb het toch niet de hele tijd over die islamisten. Want als je goed kijkt,
minder dan 1% van de aanslagen in Europa is gedaan door mensen met een islamitische achtergrond of met doelstelling. Leuk, denk je? Hij gebruikt data. En dan zie je de dynamiek ontstaan. Ik was toevallig ook online en ik ken die database. Van ja, het klopt. Maar 40% van de doden vallen in die aanslagen. En dus de impact van die weinige aanslagen is veel groter dan puur op basis van het cijfer kan laten zien. Wat gebeurde er? De dynamiek. Ik gooi dit op Twitter. Kamerdebat was nog aan de gang. Iemand tilt zijn telefoon op in de Tweede Kamer. Meneer Pechtold, is het wel correct wat u hier zegt? U bagatelliseert een probleem terwijl het eigenlijk veel groter is dan u wilt doen voorkomen. Nou, zo zie je hoe heel snel die dynamiek kan ontstaan tussen journalisten, burgers en de politiek. Zelfs bijna real-time tijdens een Kamerdebat. Ik moet even de tijd in de gaten hebben, want ik heb ruim een uur. En zo wordt heel veel data gebruikt, ook in, om dingen te illustreren. Dit was ook een initiatief van Tubantia, die heel mooi de zorgkosten in Nederland in kaart bracht. Ik vind het overigens een fascinerende grafiek, hè, want als je het goed leest, hè, dus het is de gemiddelde kosten per jaar naar leeftijdsgroep. En dan kan je zien als iemand geboren wordt, ja, dan het eerste jaar is altijd kwetsbaar. En dan gaat het beter. En dan met name rond de puberteit, dan gaan ze heel fanatiek sporten. Dan krijgen ze allemaal sportblessures. Dus dan gaan die kosten weer wat omhoog. Gaan ze studeren, hebben ze geen tijd meer om te sporten. En dan rond de 30 jaar, dan krijgen met name de vrouwen meer kosten omdat zij kinderen krijgen. En dan heb je een rustige periode en dan gewoon naarmate je ouder wordt, worden die kosten duurder. Nou, weet ik, ik heb hier een lezer. Dan moet je even dit bliepje in de gaten houden. Want hier zit een statistisch bliepje. Daar klopt iets niet. En dit is gegevens uit 2012 en dan zit je ongeveer op 66, 67 jaar. Moet je even onthouden. Kan je vast gaan nadenken, wat is dat? En dat is niet pensioen. Maar die schuift ook de hele tijd op trouwens, hoor. Dus het is heel moeilijk in te schatten. En je kan ook wat complexere analyses doen, zoals deze, om gegevens te gebruiken om een verhaal te vertellen. Hè. Dit was een paar jaar geleden. Er waren kort achter elkaar een paar verkiezingen geweest. Wat is nou de impact van die verkiezingen op de ervaring van de Tweede Kamerleden? Hoe lang zitten zij daar nou? En door die verkiezingen worden er niet zoveel ervaring de Kamer uitgegooid dat die wegstroomt. Nou, dat kan je heel illustratief laten zien. Dat is echt vanaf nog de Belgische periode tot nu. De gemiddelde aantal jaren ervaring wat er in de Tweede Kamer zit. En dat is natuurlijk een golfbeweging, want iedere keer heb je verkiezingen. Dus dan gooi je er weer wat uit en dan worden ze weer ervarener. Maar als je de trend neemt, ja, dan zitten we toch echt wel op een dieptepunt. We zitten met relatief onervaren Kamerleden. Nou, kan je zeggen, is goed of niet goed. Hè? Goede doorstroming, niemand die op het plus pakt. Maar hier wordt dus data gebruikt om een verhaal te vertellen. Dus dat is even over het open data perspectief vanuit de journalist. Hè. Die is ontzettend nieuwsgierig, is overigens ook lui. Overheidsinstellingen die moeten toch echt wel wat beter hun best doen om de data zo gestructureerd neer te zetten dat ik het ook makkelijk kan gebruiken. Bovendien, als journalist heb je soms maar een half uur de tijd als er iets gebeurt om van een willekeurige dataset iets te maken wat je kan toevoegen aan een nieuwsbericht. Want anders is het alweer verouderd. Zo snel gaat dat. Maar goed, journalisten houden ook van feiten, dus data is ontzettend belangrijk. En ze houden ook van nieuwe dingen ontdekken. Een heel ander perspectief in het gebruik van open data is het bedrijfsleven. Wat ik net al zei, die weergegevens en die verkeersgegevens, ik zit ook half in de logistieke sector. Er is geen enkele grote transporteur meer die niet permanent gebruik maakt van weer- en verkeergegevens om de planning te doen. Er wordt echt rekening mee gehouden dat als je een vrachtwagen van de ene kant van de andere kant van het land laat rijden, als het dan daar regent, dat je dan beter langs die weg kan rijden, omdat je dan weet dat het daar drukker wordt. Zodat je net 5 minuten tijd bespaart en ook nog een hoop CO2 of benzine. Dus voor heel veel bedrijfsleven is er al een deel van die informatie geïntegreerd in hun bedrijfsprocessen. Maar er zijn nog heel veel meer
databronnen bij de overheid waarvan we nu nog niet eens weten hoe we die zouden kunnen toepassen. En de enige manier om erachter te komen is om ze gewoon zoveel mogelijk beschikbaar te hebben en ermee te gaan spelen. Overigens nog een leuk voorbeeld van gebruik van weergegevens. Als je af en toe naar bol.com gaat, hangt het vanaf welk weertype het is, welke reclames je krijgt. Dus als het nu zonnig is, dan krijg je zonnebrillen te zien. En als het morgen regent, dan krijg je eerder paraplu's te zien. Uiteraard op basis van al die andere cookies die je in het verleden hebt gezet en wat ze nog meer van je weten. Goed, ik ga het gebruik van data en het visualiseren van data even aan de hand van een hele reeks voorbeelden toelichten. Dan kan ik weer niet spieken, dus af en toe hoor ik een vraag te stellen. Hier hoor ik een vraag te stellen, maar ik weet niet meer welke grafiek. Ik probeer het uit mijn hoofd te doen. Hebben jullie enig idee, voor je gevoel, wanneer zijn de meeste verjaardagen? Ongeveer in het jaar. September, oktober. Dat is wel grappig. Jullie zitten allemaal ongeveer in mei. Jullie zitten ongeveer in dezelfde leeftijdsgroep. Als de leeftijdsgroep iets ouder is, dan roepen ze vaak maart, april. En jullie zitten al in het najaar. Ha, ik heb de goeie. Het is inderdaad september. Sterker nog, 24 september, dan zijn de meeste geboortes tegenwoordig. Dan moet je even gaan rekenen. Nee, dat is niet Valentijnsdag. Nee, is het ook die kerst? Oud en nieuw. Het is echt exact oud en nieuw. Dus zeg maar de gemiddelde zwangerschap duurt zoveel dagen. En dan kom je, als je vanaf 24 september terugrekent, op oud en nieuw uit. Dus kennelijk worden de meeste kinderen verwekt rond oud en nieuw. Uiteraard, er zit ook een periode voor, hè, dus dat zijn de kerstperiodes. En ook na. Maar het zijn met name de koude wintermaanden die ervoor zorgen dat we extra kinderen krijgen. Als je dan met data aan het spelen bent, dan krijg je gelijk zoiets van, ja, maar worden er geen kinderen geboren met kerst? Wat is dat nou voor onzin? Ja en nee, maar ziekenhuizen gaan dicht met kerst, dus er worden geen baby's gehaald met kerst. Dus dan daalt het gemiddelde en dan zie je de twee dagen daarna dat we even wat extra baby's gaan halen, zodat het weer een beetje omhoog loopt. Nou, dit is gewoon open data die een heel leuk verhaal vertellen. Overigens is dit ook weer bruikbare data, hè. Dit is, voor de overheid is dit relevant, want als je een kind krijgt, dan moet je binnen 3 dagen naar de balie van de gemeente om je kind aan te geven als papa zijnde met die wallen onder je ogen. Oh. Maar ja, in de zomermaanden stuur je eigenlijk de meeste mensen op vakantie. Terwijl je juist dan zoveel mogelijk ambtenaren aan die balie moet hebben staan om al die zielige papa's te woord te staan. Dus het is ook stuurinformatie in dit geval. Kijk, dan heb ik er weer eentje. Welke was dit? Nou, ik ga hem toch even tevoorschijn halen. Als het goed is, hebben jullie allemaal inmiddels je belastingaangifte gedaan. De Belastingdienst heeft ook alle gegevens van de belastingtelefoon online staan. Dus hoeveel mensen iedere willekeurige minuut bellen, hoe lang ze gemiddeld in de wacht staan en waarvoor ze bellen. Nou, een leuk bestand, 1 miljoen records of zo. En toen dacht ik, hé, dat is wel interessant. Want als je een keer een vraag hebt, dan wil je niet een kwartier in de wacht staan. Dus wanneer kan je nou het beste bellen om zo kort mogelijk te moeten wachten? Nou, dat zie je. Je kan het beste op donderdagochtend bellen. En het liefst niet vlak voor etenstijd of rond etenstijd. En dat rooien is echt 15 tot 20 minuten wachttijd voor je vraag beantwoord is. En dat groene, ja, dan ben je binnen 3-4 minuten ben je meestal wel aan de beurt. Dat is nog lang hoor, maar goed. Het is een hele eenvoudige manier om data te gebruiken, te visualiseren en een verhaal te vertellen. Het rare is, mijn veronderstelling was dat de Belastingdienst dit zelf ook zou doen. Ik bedoel, ze hebben hun eigen gegevens, dus ze kunnen aangeven hoe druk het is. Maar ja, het blijkt, in overheidsland is het soms wat lastiger om zoiets met hun systemen en een project en een aanbesteding, et cetera, op te zetten. Dus tot die tijd twitteren ze af en toe van, als je wil weten hoe lang je moet wachten, moet je even dat grafiekje van die rare datagrafen bekijken.
Want ze, ja, zij zijn nog even een miljoen aan het uitgeven om dat te doen wat je eigenlijk in een half uur kan doen. Een hele andere manier om data te gebruiken is bijvoorbeeld het stemgedrag van de Tweede Kamer in een netwerkvisualisatie te zetten. En hierbij, de dikte van de lijntjes geeft aan hoeveel het stemgedrag tussen partijen overeenkomt. Dus het zal geen verbazing wekken dat gedurende de kabinetsperiode PvdA en VVD op één lijn zaten, maar dat PVV en PvdA dat absoluut niet zaten. In het echt is het een interactief klikdingetje, kan je nog even slepen, kan je iemand in het midden zetten, hoe het eruit ziet. Maar dat is een hele interessante manier om data te visualiseren en ook hier weer een verhaal te vertellen. Want vroeger, zeg maar 10 jaar geleden, als je verkiezingen had, dan keek iedereen eigenlijk alleen maar naar het journaal en in de krant van ja, wat riepen die partijen nou en waar ga ik dan op stemmen? En wat je tegenwoordig ziet is dat iedereen wil weten, ja, wat hebben die partijen nou eigenlijk gedaan? Ik heb wel op de PvdA gestemd, maar waar hebben ze dan, wat hebben ze dan gedaan en met wie zitten ze dichtst bij elkaar? En zijn ze wel tegen de PVV of lijkt het alleen maar zo? Nou, dus dit soort toepassingen geven dan heel veel inzicht voor al die burgers. En daar zie je dan weer dat je kan spelen met de manier waarop je dat visualiseert. Dit is een hele eenvoudige tabel met kleur ondersteund. En ik kreeg klachten dat deze presentatie, dat de meeste mensen eigenlijk niet snapten wat er stond. Dus zo leer je al gaandeweg dat je, zelfs als iets voor mij heel vanzelfsprekend is, dat dat nog niet door de lezers ook zo ervaren wordt. En dat een eenvoudige tabel gewoon veel directer en veel makkelijker leesbaar is. Oh jee, alweer eentje. Ah, er zit een verhaaltje aan vast. In de jaren 70 zat ik vaak bij mijn ouders achter in de auto op weg naar Zuid-Frankrijk. En we hadden een spelletje. Wie ziet er het eerste? Een roze Rolls Royce of een gele Mercedes. Nou ja, met name in Zuid-Frankrijk in de buurt van Cannes kostte dat nooit meer dan 10 minuten voor je zo'n exotische auto voorbij kwam. Nou ben ik tegenwoordig ook zo'n IT-consultant die in een leasebak rijdt en mijn auto is grijs. En ik zit op de weg en ik denk van, zijn er nou zoveel grijze en zwarte auto's of ligt dat nou aan mij? Heb ik mijn beeld van mijn jeugd gekleurd of is er daadwerkelijk iets veranderd op de weg? Nou, dan heb je open data van de Rijksdienst voor Wegverkeer en dan kan je dit soort grafieken produceren. En dan kijk je dus echt vanaf 1965, heel toevallig mijn geboortejaar, tot nu. En de verdeling van de kleuren van de auto's die in dat jaar op de weg zijn gekomen. Nou, dat is duidelijk. In de jaren 70 was ongeveer 2/3 had echt kleur. Viel echt op. En tegenwoordig is 2/3 zwart, zilver, grijs, wit. Je kan ook nog eigenlijk, bij blauw valt ook nog donkerblauw onder, dus eigenlijk is het nog erger dan het hier lijkt. Dus ja, op basis van hele eenvoudige veronderstellingen met wat data, is deze data omgezet in een leuke visualisatie. Nou, je wil niet weten hoe vaak deze gedeeld is online, want iedereen heeft kennelijk dezelfde beleving van op de weg van, het is toch heel erg saai, ligt dat nou aan mij? En dan is zo'n plaatje ontzettend illustratief. Hier moet je dan als datajournalist voorzichtig zijn, want het kan zijn dat rode auto's sneller roesten. Want er zijn meer Fiat's die rood waren en Fiat's die vallen sneller uit elkaar. Ja? Heb je een verklaring waarom die ineens zo populair wordt? Dit stuk. Het heeft met name met de leasemaatschappijen van doen. Ongeveer 20% van alle auto's is op dit moment een leaseauto. En die hebben uitgerekend dat de tweedehandsprijs van hun leaseauto's het hoogst is als het een neutrale kleur heeft, zijnde grijs of zwart. Dus die hebben zoveel mogelijk gepusht dat als iemand een auto neemt, dat ze dan een grijze auto nemen. Ja, die komen dan ook weer als tweedehands op de markt, dus ja, vandaar dat hun aandeel relatief groot is. Het kan ook zijn dat de mensen zelf saaier geworden zijn, dat weet ik niet. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Nou, deze dan.
Heeft iemand al bedacht waarom dit bliepje er zit? Babyboomers, ook daar met Tweede Wereldoorlog. Dit zijn zorgkosten, hè? Dus per persoon is dit gemiddeld. Dus het middelt zich uit. Tsjernobyl. Ik ga hem nog eventjes doen. Want deze was inderdaad, dit was 67 jaar. Deze is uit 2010. En dan zit de piek bij 65 jaar. En als je dus goed uitrekent, dan kom je inderdaad ongeveer op 1945 uit. En dit is een andere grafiek eerder gedaan. Dan zie je 45, 46 mensen die in dat jaar geboren zijn, met name 46, ook 47 nog, hebben hogere ziektekosten. En waar komt dat nou door? Doordat we de hongerwinter hebben gehad. En vrouwen die zwanger waren of zwanger werden vlak na de hongerwinter, die hebben kinderen gekregen die aanzienlijk zwakker waren dan zeg maar het gemiddelde. En dit is dan ook nog een hele cynische grafiek, omdat deze piek langzaam verdwijnt, omdat ze ook eerder overlijden. Dus alleen de gezonden blijven over en dan gaat het weer terug naar het gemiddelde. Als je het zeg maar 20 jaar geleden zou bekijken, zou het verschil nog groter zijn. Ja, als journalist is het dus fantastisch om zo'n dataset te hebben en dan te denken van, hoe zit dat nou? Ik zit in onregelmatigheid, want daar kan je een verhaal uit halen. Helaas bleek dat er zelfs al 3 wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan worden. Het was al lang bewezen dat dat inderdaad zo klopte. Maar goed, ik vond het toch leuk om dat gewoon op basis van open data te laten zien. Je kan er ook kunst mee maken trouwens met data. Iemand enig idee wat dit is? Heel saai onderwerp. Het zou ook maar knap zijn als je dat zou kunnen. Dit is een netwerkanalyse van gerechtelijke uitspraken die naar elkaar verwijzen. Dus dat betekent, als een bolletje groot is, dan wordt er heel vaak naar verwezen. En als een bolletje hier gewoon aan de zijkant zit zonder lijntjes, dan is het een heel eenzame gerechtelijke uitspraak waar niemand geen andere advocaat iets aan heeft. Dit waren de 6000 of zo waar die analyse op gedaan is. Dit zijn de 54.000, wordt het al een stuk spannender. Heb je natuurlijk niet zo heel veel aan. Tot je het gaat omzetten in een toepassing. En hier is een toepassing die zich helemaal richt op het domein van de copyright. Dus alles wat met auteursrechten en copyrights te maken heeft. En dus voor een advocaat in dat vlak is het gewoon belangrijk van ja, welke uitspraken zijn nou relevant, worden gebruikt door andere advocaten om in een rechtszaak op te voeren. En met name ook welke Europese rechtspraak, dat kan je dan aan de EU ergens zien, .eu, wordt vaak naar verwezen. Dus waar moet ik echt van op de hoogte zijn? Dus gewoon open data, gewoon een Python script die erop loslaat, die even al die dingetjes eruit peutert en een hub in een netwerk tooltje stopt. Waardoor je ineens een toepassing hebt die ook gewoon heel bruikbaar is voor een bepaalde doelgroep. Een hele andere insteek, daar kwam ik ook achter na het maken van een artikel. Dit is radardata van Nederland. Wist je dat we van heel Nederland ongeveer op de centimeter nauwkeurig weten hoe hoog alles is? Wist je ook dat er boeren zijn die die data gebruiken om te bepalen wanneer ze het gras moeten maaien? Echt letterlijk. Dat ze zien van, hé, hij komt boven de 6 centimeter uit. Dit is het moment dat ik mijn grasmaaimachine de stal uit kan halen. Dus hij hoeft niet eens het veld meer op te lopen. Hij gebruikt satellietdata om dit te bepalen. Maar ik was eigenlijk op zoek naar iets heel anders. Want ik wilde namelijk weten welk terras in Utrecht zit nou gemiddeld genomen over het hele jaar het langst in de zon. Als je die combinatie maakt tussen die hoogtedata, waar dus ook het profiel van de gebouwen in zit, en nou ja, van de zon weten we hoe die loopt, kan je dus heel duidelijk laten zien van ja, op dit moment van de dag zit daar die schaduw. Maar terwijl ik dat aan het uitzoeken was, bleek dat iemand dat idee ook al had gehad en in een commerciële app had gestopt voor huisverkopers of huizenkopers om te zien hoe jouw tuin of jouw huis door het jaar heen al dan niet in de schaduw staat. Dus als jij denkt, ik heb een leuke tuin op het zuiden, ik kan het hele jaar zonnebaden, maar er blijkt een gebouw net achter te staan, nou, dan kan je met deze app kan je zien hoeveel zon je daadwerkelijk hebt. Nou, die profieldata, dat is ook gewoon open data. De zon is ook open data overigens.
En daar kan je dus gewoon zowel een toepassing mee maken als in mijn geval toch een artikel over wat is nou het beste terrasje en wanneer is het nou rokjesdag in Utrecht. Een hele andere manier om data te gebruiken is, dit ging een item over bewegen de Utrechters wel genoeg. Nou ja, een van de vragen was van ja, als je veel wil bewegen, veel wil sporten, dan moet je ook redelijk dicht bij een sportlocatie zitten. Nou, dan krijg je een soort alien-achtige grafiek. Van nou, hoe lichter, hoe dichter bij een sportlocatie je zit. Dan hebben we een beetje een berekening gemaakt, de drie dichtstbijzijnde genomen als gemiddelde. En dan zie je dus dat er wat vlekken in Utrecht zitten. Maar ja, dan zit je ook echt in Haarzuilens. En hier zit je echt in het buitengebied. En je kan ook nog zien dat hier de A2 loopt in het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar wordt weinig in het Amsterdam-Rijnkanaal gesport. En zo konden we bepalen hoe dichtbij de gemiddelde Utrechter van een sportlocatie zat. En dat bleek toch minder dan 400 meter te zijn. Hetzelfde geintje hebben we nog een keer uitgehaald met de verkiezingen. Hoe dichtbij een stembureau zit je nou? En heb je wel een excuus om niet eventjes te lopen? Nog een voorbeeld. Het was kerstmis. Hoeveel kerstbomen staan er nou eigenlijk in Utrecht? Dus we hebben eigenlijk alle varianten van de dennenbomen hebben we uit een database gehaald, want van Utrecht zijn alle bomen staan ook gewoon als open data beschikbaar. Ja, dat is niet zo heel spannend. Wat wel leuk was, kwamen we toen gaandeweg achter dat we een fietsroute konden plannen langs de 10 oudste bomen in Utrecht. Waarvan die oudste zit al ergens uit 1600. Hè? Dus dan kan je nou ja, een kilometer of 12 fietsen, mooie tocht plannen. En ook toen kwam ik er weer achter dat dat niet zo heel origineel was, want er was al iemand anders die had de rijksmonumenten, de musea, de kunstobjecten, architectonische objecten, die had hij allemaal als open data naar binnen gesleept. En dan kon je gewoon zeggen, nou, ik kom op dat station aan, ik neem een NS-fiets en ik wil 15 kilometer fietsen en ik hou van architectuur. En dan plant hij voor jou een route langs al die objecten in die stad. Dit kan je er ook gewoon ja, op een site toevoegen. En het gaat alleen maar op basis van open data. Hou er wel rekening mee dat het niet altijd goed gaat. Hè. Ik spreek nu heel makkelijk over open data en het gebruik daarvan. Ik geef ook lezingen aan de overheid over hun open data. En dan gaat de helft van het verhaal over hoe slecht hun open data eigenlijk is. Om daar een klein voorbeeld van te geven. Dit gaat over lantaarnpalen. En deze lantaarnpalen staan midden in de weg. Ja? Nou waren ze een paar jaar geleden bij ons in de weg aan het aanleggen. Ja. En toen stond er dus uiteindelijk ook letterlijk een lantaarnpaal midden in het fietspad. Dat was er blijkbaar niet verplaatst en het zal er gewoon omheen gestaan. Het zal er zo moeten. Ja, oké. Okay. Dit is een... Misschien is het wel recht. Ja, nou dit is een autoweg. Ik hoop het niet voor ze. Maar bij bestudering van de data bleek de onderliggende kaart was uit 2004. En de bovenliggende kaart met lichtpunten die was uit 2014. Dus die was wel redelijk actueel. Maar ze hadden even vergeten dat de weg inmiddels verplaatst was en opgebroken. Dus wees wel van bewust dat als je data gaat gebruiken van de overheid, dat je altijd eerst even een kwaliteitscheck doet voor je dat gewoon klakkeloos overneemt op de site. Dan wil ik even naar de tijd kijken. Heel andere manier om data te gebruiken. Dit gaat over de milieuzone in Utrecht. Van ja, had die nou wel of niet effect? Nou, dan kan je open data de gemeentegrenzen, de milieuzonegrenzen bepalen. En met open data kan je de meetpunten van het RIVM tevoorschijn halen. Dat zijn deze. Vervolgens de meetgegevens tevoorschijn halen. Kind kan de was doen. Even bekijken hoe dat nou gaat. En dan krijg je uiteindelijk deze grafiek. Geografisch bepaalde meetpunten vallen binnen de milieuzone en vallen erbuiten. Neem een trendanalyse waarbij je de eerste 2 jaar even neemt als norm. En dan zie je inderdaad ontstaan dat na het invoeren van die milieumaatregelen hier in 2014... de kwaliteit van de lucht in de milieuzone van Utrecht sneller verbeterde dan elders. Moet je ook weer voorzichtig van zijn, want iemand zei van ja, maar ze hebben hier toen een route ook afgesloten naar de binnenstad. Dus heeft dat niet ook invloed? Maar goed, het gaat erom dat je
met open data heel eenvoudig zelf ook in discussies die gaande zijn een rol kunt spelen. Wat heb ik nou geleerd in de jaren dat ik bezig ben met data en het publiceren van data? Zeker online, hè? Dus er komen ook wel stukjes in de krant, dat is net iets anders. Eén ding die ik heel hard heb geleerd is, wees voorzichtig met interactief. Dus je kan hele mooie datavisualisaties maken met mouseovers en zoom in, zoom uit. De New York Times, die was daar echt, hadden een dataredactie van 25 mensen waar 8 visualisators en programmeurs in zaten. Dat was likkebarend. En na 4 jaar echt de meest fantastische dingen gemaakt hebben, zijn ze eens gaan meten hoe vaak mensen nou daadwerkelijk klikten op al die interactieve visualisaties. En dat bleek minder dan 1% te zijn. Dus de helft van hun geld ging zitten in het interactief maken. En minder dan 1% van de lezers maakte er ook daadwerkelijk gebruik van. Dus doe het echt alleen als je een laag data wil toevoegen die je anders niet duidelijk kan maken. Maar ga niet zo snel mogelijk gelikt interactief maken, want het ziet er mooi uit, maar het wordt niet gebruikt. Wat je tegenwoordig ook ziet, is dat je de versies basisgrafieken gewoon echt op mobiel moet checken. Ik was lekkere high-res schermen met grote brede browsers gewend. Met allemaal kleine labeltjes. En op het moment dat je dat op mobiel ziet, ja, dan heeft niemand meer een indruk van ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Staan er nou jaren of staan er nou, ik weet niet wat er staat. Dus labels, teksten, die moeten gewoon veel grover zijn om het op mobiel goed te kunnen bekijken. Als je publiceert, dat doen jullie allemaal, en je gebruikt data, zet er dan altijd bij van wanneer die data is. Want je vergeet weer, zeker als je content hebt, dat staat er. Jaren later komen de mensen nog via Google op die pagina terecht en die gaan de conclusies uittrekken. Terwijl misschien op dat moment de data al 2 of 3 jaar oud was. Nou ja, dan kan jij in ieder geval zeggen, ja, ik heb duidelijk gezegd hoe die data tot stand is gekomen en waar die data vandaan komt. En wat ik net ook al zei, check die data, de kwaliteit van de data. Ik ga er even een voorbeeldje van geven. Een mooie database met alle meldingen in de openbare ruimte. Dus oftewel, wanneer vindt iemand vuil op straat? Wanneer meldt iemand dat een bushokje kapot is? Dat heb je van verschillende gemeentes, kan je dat gewoon opvragen. Daar ben ik ingedoken. En het eerste wat ik doe is dat databestand even bladeren. Let op, hè. Als je Excel kent, de kopjes blijven hetzelfde. Dus ik blijf, zeg maar gewoon, ik scroll alleen maar naar beneden. Oh, maar even. Dat had ik net niet. En er valt iets weg. Oh, er valt heel veel weg en dat ziet er weer anders uit. Ik heb hier ineens een dataformaat tot en met secondes. Interessant. En zo gaandeweg. Dus het is 1 door de overheid gepubliceerd databestand. Waarin ik al 7 of 8 varianten van het invullen van die data tegenkwam. Sterker nog, ik dacht uiteindelijk, de gemeente Schiedam is het interessantst. Dit is hoe vaak gemeente Schiedam Schiedam verkeerd schrijft in hun eigen data. Het leuke was, ik gaf deze presentatie en wist niet dat er iemand van Schiedam in de zaal zat. Die zat er niet. Dus dit geeft me heel goed aan dat je echt wel moet checken wat is de kwaliteit van de data voor je de conclusies uit gaat trekken, voor je gaat publiceren. Sowieso, zelfs de straatnamen gaat het af en toe nog fout. Maar ik was eigenlijk geïnteresseerd. Ik dacht, wanneer zijn er de meeste meldingen? Volgens mij, als je het uitgaanspubliek er is, dan gaan de meeste dingen kapot. Dus ik had verwacht, Schiedam is geen studentenstad. Dus waarschijnlijk op zondag de meeste meldingen. Want dan ligt de meeste rotzooi op straat, is van alles kapot. Maar nee, wat blijkt? Maandag. En dat is een ander ding wat ik geleerd heb. Begrijp hoe de data tot stand komt. Deze gemeente Schiedam die heeft een app. Daar kan je direct melden. Maar ongeveer 70% van alle meldingen komen binnen via e-mail. En op maandagochtend om 8:10
begint de ambtenaar de mailtjes in te voeren. En de registratiedatum is de datum waarop het in het systeem gevoerd wordt. Dus ik weet eigenlijk weinig van wanneer die incidenten daadwerkelijk plaatsvinden. Ik weet wel exact van wanneer tot wanneer die ambtenaar werkt in Schiedam. Was ook wel leuk. Was een noest. Hij maakte geen korte dagen hoor. Het was echt wel echt van 8 tot 5:30 zaten de meeste meldingen. En ook daar weer met dat soort dingen kan je uiteindelijk wel leuke visualisaties maken om, ja, om je content te verrijken. Nog wat tips. Hou het eenvoudig. Heeft iemand enig idee wat hier staat? Dit is een wetenschappelijk volledig correcte visualisatie. Moeilijk, hè? Uiteindelijk gaat het om het gemiddelde jaartemperatuur met een onzekerheidsmarge, waarbij de kleur iets zegt over het decennium. Ik kwam er na 10 seconden achter. De meeste lezers zijn al afgehaakt bij de legenda. Dus dit is te complex. Het is correct. En misschien als je voor de wetenschap publiceert, bruikbaar. En zelfs dan moet je nog voorzichtig zijn, maar lastig. Dus maak het eenvoudiger. Nou, dit wordt het al makkelijker. Dit zijn de maandwaardes met een jaar gemiddelde erin. Kan je ook al zien dat het warmer wordt. Zelfs deze, ik heb het gevraagd hè, aan de lezers, van ja, wat zie je hier nou? Nou, een hoop ruis, zeggen ze dan. Ja, ja, maar wat zie je hier nou? Ja, nou ja, als je het vraagt, ik geloof dat er hier, oh, sorry. Ik geloof dat er hier iets omhoog gaat. Waar gaat het dan precies om? Het wordt misschien een beetje warmer. Ja, het is toch moeilijk om door die data heen te kijken. Dus hoe verder je het vereenvoudigt, en dat in dit geval als je het bekijkt per decennium, hoe makkelijker het verteerd wordt. En dit wordt door de meeste mensen wel gesnapt. Van oké, als je het gewoon per 10 jaar bekijkt, en het klimaat is niet iets wat per dag verandert, maar dat gaat over langere tijd, dan wordt het dus warmer iedere keer. Ja. Ja, hier is nog heel veel wetenschappelijk debat over. Enerzijds, waarom is die piek er en waarom is deze afkoeling er? Dit had met, de meeste mensen zeggen dat dit met name met de vervuiling te maken heeft. Omdat de industrie toen heel goed op gang kwam, maar dat er zoveel vervuiling was dat het eigenlijk een soort smog op de aarde lag, waardoor de zon niet het bereikte. Maar ik ga hier geen klimaatdebat voeren, want voor je het weet heb ik ruzie. Maak het niet al te bont. Een van mijn mooiste pogingen, ik vond hem echt fantastisch. Het is hetzelfde verhaal over de ervaring in de Tweede Kamer. Die visualisatie die je eerder zag. En ik vind het echt een van de mooiste visualisaties die ik ooit gemaakt heb. Niemand snapte er ene snars van. Echt. Die snappen niet dat dit ja, een periode is waar er veel ervaring zit. En dat groen, jong, groen, fris. Dat die nu veel meer de overhand heeft. Grote teleurstelling. Overigens is dat ook een les die ik tegelijkertijd heb geleerd. 20% van de mannen is kleurenblind. In meer of mindere mate. Ongeveer 4% van de vrouwen. De meest voorkomende kleurenblindheid is rood-groen. Nog even dit plaatje. Wordt vaak als signaalkleur gebruikt. Hè? Groen is goed, rood is slecht. Maar als je dat door een filter haalt. Dus ongeveer 8% van de mannen ziet dit als je met rood-groen speelt. Het hele idee van rood is slecht, groen is goed, gaat dan verloren. Die zien alleen maar ja, variaties in tinten. Dus pas daarmee op als je dingen publiceert. Er zijn gewoon sites die je kan gebruiken, waarin je kan checken hoe dat uiteindelijk zichtbaar wordt. Zeker met visualisaties. Vermeld altijd je bronnen. Altijd. Er zijn nog steeds allerlei traditionele media die een heel artikel schrijven online. En zeggen van het is dit of dat. En dan niet eens vermelden waar die data vandaan komt. Of laat staan een linkje plaatsen naar die data. En het is zo makkelijk om betrouwbaar te zijn. Betrouwbaar over te komen door die bronnen te vermelden. En te verrijken met linkjes. Zeker in deze tijd als je het hebt over fake news.
Een van de makkelijkste manieren om te zien of een artikel fake news is, is het chronische gebrek aan verwijzingen naar andere artikelen of andere sites. Behalve vaak naar zichzelf. Dus doe dan het zelf beter en verwijs maximaal. Nou, dan even wat meer voor jullie als Drupal community. Al die visualisaties, ook de interactieve visualisaties. Er zijn twee tools die relatief laagdrempelig zijn, wel heel erg gelikt, die je kan gebruiken om die content te embedden op je site. Eentje daarvan is Tableau, dat is een internationaal tool. Nou, dit is een voorbeeld van hoe, dit is ook een interactieve visualisatie. Dus als ik er overheen zou gaan, dan ligt zo'n balk op. En dan krijg ik al de waardes van die losse dingen te zien. En die kan je gewoon als een iframe of een script in je site hangen. En dat voegt heel veel waarde toe. En er is in Nederland specifiek een bedrijf dat heet Local Focus. Dat ook content, publicatie mogelijk maakt, met name gericht op Nederland. Dus er zitten ook allerlei standaardkaarten in en grafieken en ook data die voor Nederland al bekend zijn, waar je gebruik van kan maken, die je zo in je site kan hangen en interactief kan weergeven. Dit is bijvoorbeeld de Volkskrant die er gebruik van maakt over criminaliteit. Nou ja, behoorlijk criminele gemeenten, Amsterdam en Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Maastricht. En dat verrijkt heel snel een pagina, zonder dat je heel veel zelf hoeft te programmeren met visualisaties en D3 aan de slag te gaan. Dat zit er gewoon allemaal in, kan je gewoon standaard erin hangen. Het is 10 voor. Ik ga ze toch even laten zien, want ik zou nog wat de tijd overhouden voor vragen. Wat tegenwoordig heel hot is, zijn netwerkvisualisaties. Ik liet dat al zien. Het is ook een hele interessante manier om je eigen content of je relatienetwerk in kaart te brengen en te tonen aan anderen. Dit is een van fascinerende die we gemaakt hebben met gemeente Krimpenerwaard. Dit is het sociaal domein. Dus dit zijn allerlei maatschappelijke organisaties die met elkaar samenwerken om mensen te helpen. Ik zie iemand zwaaien. Dat betekent, als je dus wil begrijpen waarom het vaak misgaat, als er bijvoorbeeld in de jeugd iemand spaak loopt, nou, dan moet je maar kijken hoeveel lijntjes er lopen en hoe vaak de signalen in verloren gaan voordat iemand geholpen wordt. Dan sla ik deze over. Deze is nog leuk. Zeker met een zaal met alleen maar mannen. Dus ook open data. Deze twee zijn op basis van de militaire dienstkeuringen. Hoe lang zijn mannen nou? En vanavond is er voetbal. Gemiddeld genomen worden nu nog maar 2,3 doelpunten per wedstrijd gescoord. Dat was ooit 2,7. Dat heb ik ook uitgerekend. En hoe komt dat nou? Ja, we worden gewoon steeds groter. Dus je kan makkelijker het doel dicht houden. Dus ik ben van mening dat het doel groter moet worden. Dan worden het veel meer interessante wedstrijden. Maar ik geloof niet dat ik het er snel doorheen krijg. Vragen? Er is een mevrouw die heeft een microfoon. Carola heet hij, geloof ik. Zijn er vragen? Dankjewel, goede presentatie. Inspirerend. Ik zie ook waar data voor nodig is. Zelf maak ik veel websites voor gemeenten. En ik heb heel erg veel last van de geo-medewerkers, van de RO-afdeling. Die willen namelijk al die datalagen en al die data willen ze op hun website zetten. Ik adviseer ze altijd, maak een leuke open data portaal, zet het daar allemaal op. Nee, als iemand een vergunning wil, of een boom wil kappen, moet hij alle bomen van de gemeente kunnen zien, zodat hij kan zien of er op zijn perceel, wat je dan eerst helemaal moet gaan zoeken, zelf in de grote berg, of dat er ook een boom staat die misschien wel kapvergunningsplichtig is. Ik probeer altijd dat verhaal om te draaien. Oké, hoe wil je dat nou als burger oplossen? En dan wil je niet door die berg data heen. Maar die mensen die zijn vrij overtuigd van hun punten, lijnen en vlakken. En dat moet op die website. Heb jij nog een advies vanuit het geodenken? Hoe ik geodenkers kan overtuigen om geen geoinformatie te gaan presenteren?
Je komt nu in een heel ander deel van mijn vakgebied terecht. Hoe overtuig ik mensen? En dan niet met data, maar met... het meest gebruikte verhaal wat ik hier, want ik ben het ook wel eens tegengekomen, is toch wel nadruk op eenvoud. Hoe meer data je presenteert, hoe moeilijker het wordt voor de eenvoudige gebruiker om dat wat hij of zij nodig heeft te zien. Dus simplificatie, ik geef er ook cursus in, hou het zo eenvoudig mogelijk, hou het zo eenvoudig mogelijk. Laat al die lagen weg, focus op het gebied waar je bent en doe echt niets meer dan dat. Maar ja, het is de beste manier om ze te overtuigen is om ze in een kamer of in zo'n room te zitten achter zo'n spiegel en dan gebruikers op hun data te laten werken. En dan zien van, ze vinden het niet. Daar maak ik dan ook filmpjes van en die laat ik dan zien. Precies. Andere vraag. Aan die kant. Hoi, ik ben Koen Vrestel, RTL Nieuws. Ik heb een vraag over, die is niet alleen aan jou gesteld, maar ook aan de rest. Zijn er Drupal-modules beschikbaar waar we dit soort datavisualisaties mee kunnen faciliteren? Het is mijzelf altijd een enorm doorn in het oog dat we zaken moeten embedden, waardoor ze ook niet meer zichtbaar, niet meer vindbaar zijn, niet lekker schalen. Alle iframes moeten dood, is een beetje mijn motto. Weet je of er Drupal-modules zijn die een mediaorganisatie of een overheidsorganisatie kunnen helpen bij het visualiseren van datasets? Ik moet tot mijn spijt bekennen dat ik een WordPress-gebruiker ben. Ja? Ik durf het... Of Bolt. dus ik durf die vraag niet te beantwoorden. Misschien daar. Dat is een goede vraag overigens. Ja, hij doet het, ja. Er zijn een aantal modules, weet ik, voor Drupal 7 die D3ES bijvoorbeeld helpen. Iets harder. Hij moet dichterbij. D3ES is wel een module voor en er zijn ook een paar andere. Zelf heb ik Graph API, dus een integratie met views om die D3ES module te helpen bijvoorbeeld. Maar wat mij wat steeds lastiger is de juiste visualisatie maken. Die D3ES-module levert 4 of 5 visualisaties, maar die zien er niet uit zoals jij hem zou willen. Dus dat hebben we niet, maar wel het verzamelen, dus relaties uit je eigen database halen. Jullie gaan zo meteen connecten. Niet specifieke Drupal. Nee, dat zijn de conclusies. Ja. D3JS is overigens wel een hele fijne library, sowieso. Ik heb zelf eigenlijk nooit echt veel gezocht naar openbare bronnen, maar zijn er eigenlijk een soort zoekmachines waarbij je kan zoeken naar specifieke open data? Of moet je gewoon zelf Google gebruiken? En, We hebben in ieder geval in Nederland hebben we een vergaarplatform, dat is data.overheid.nl. Daar moeten in ieder geval alle in Nederland voor de overheid gepubliceerde databestanden staan. En die is inmiddels ook wel redelijk gebruiksvriendelijk. Dus daar maak je het meeste kans. Maar sommige gemeentes die hebben nog een eigen portalen. Daar staat soms dan toch nog net iets meer op dan op de Rijkssite. Er zijn niet echt specifieke zoekmachines voor. Dat is wel een van de dingen die ik ook aan de overheid meegeef, dat ze ook hun metadatering van de datasets die ze publiceren verbeteren. Dat ze niet alleen maar in de termen denken zoals het wettelijk geregeld is, zeg maar. Dus dan heet iets, noem maar een laadpunt, terwijl iedereen zoekt op laadpaal. Dus dan zorg dan dat je in de metadatering laadpunt, laadpaal, et cetera ook hebt staan. Dat maakt straks het zoeken een stuk makkelijker of ze moeten er een single... Maar daar moeten nog wel heel veel stappen voor gezet worden overigens. Maar begin bij data.overheid.nl. Ja? Ik heb hier nog één laatste vraag. Hi. Hoi. Ik heb een vraagje wat mij opviel bij een van de plaatjes over dat sportgebeuren in Utrecht. Dat je daar heel duidelijk zou willen weten van wat vind jij dan een sportlocatie? En de vraag is... Zijn er bijvoorbeeld metabeschrijvingen waarop je eenduidig kan weergeven wat de keuzes zijn geweest
voor de data? Dat hebben wij in het artikel wel toegelicht. Want we hebben, er is een bestand van alle locaties die met beweging te maken hebben. En daar hebben we gewoon bijvoorbeeld hele specifieke locaties die zich alleen maar op 65-plussers richten. Wat je niet onder bewegen kan, hebben we uitgevuld. Dus in het artikel ligt je dan nog heel vaak toe hoe en welke data je gebruikt hebt en hoe je die data hebt gebruikt. Overigens ben je dan weer nog steeds afhankelijk van de definitie van een gemeente, bijvoorbeeld van wat zij dan vinden wat een sportlocatie is. En daar hoort dan ook in de metadata bij te staan hoe hun data tot stand is gekomen. En dat is ook nog niet altijd het geval. Nee. Oké. Ja? Dankjewel.